Een mooi meisje. Yes, hello. Kak. Ik heb hem wel. Huh? Wat heb jij? Lief, lief, lief. Oké, too much information. En weet ze vast dat ze deze komt. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Steven is bij hem blijven slapen, maar hij is niet zo lekker. Hij is gewoon ziek. Dus ik kom net al een douche vandaan. Hij is net ook om de douche even gestopt en gaat zo even slapen. En ik moet even mijn vlog editen en zo. Maar hij is toch al bij mij, dus dan kan hij wel gewoon even in mijn bed zo gaan liggen. En ondertussen ga ik even een beetje werken en voor Steven zorgen. Zo zielig. Ik heb Julia een ontbijtje op bed gegeven. Lekker eitje. Een mooi meisje. En melk. En thee. Cutie. Kerst. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en zoals je net kon zien heb ik een ontbijtje op bed gekregen van Stefan. Vet schattig. Met ei en muntthee en melk. En nu moet ik iets doen waar ik heel erg tegenop zie. Ik moet naar de preventie, tandartsassistenten dingen, dus ik weet niet hoe het precies heet. Ik weet niet of ik het, volgens mij heb ik het al echt wel veel vaker in mijn vlog verteld. Ik heb heel snel last van tandsteen en ontstoken tandvlees. Dus moet ik volgens mij één keer in het half jaar naar een preventie-tandarts. Preventie-assistenten. Soms is het tegelijk met mijn tandarts. Soms is het tegelijk. Of om de 3 maanden moet ik. Ik weet niet meer. En soms is het gewoon alleen dat. Maar is echt niet leuk, want het doet heel veel pijn. En ik kan het voorkomen door elke dag met van die tandenstokjes, van die kunststoffen tandenstokjes, te rageren noem ik het. Maar dat vergeet ik. En ik heb het de laatste paar dagen wel een beetje gedaan. Ik probeer het een beetje bij te houden, maar die dingen vergeet ik gewoon de hele tijd. Hallo, waarom is dat niet scherp? Daarna moet ik een video opnemen voor voor Lofies, een unboxing. Ik wil het gewoon heel graag doen deze week. Want ik heb voor volgende week een My Boyfriend Does My Makeup video. Die is ook heel leuk geworden. En ja. Binnenkort gaan we ook een My Boyfriend Does My Shopping of zo. Ik weet niet meer hoe dat heet. Gaan we opnemen. Zo, wordt het weer misselijk. Ik ga zelf een video nemen, dus daarom heb ik mezelf opgemaakt. Maar volgens mij mag ik weer een vakje openen. Dus ik heb de 10e nog niet geopend, dat was gisteren. We gaan het even doen. De 10e. Een nagelvel. Polish your nails to perfection with this nail polisher. I got it. Nice, nice. Nu naar de 11e. Hey. Shampoo. Hallo, is gestel scherp. Nice. En nu we er toch zijn, ik moet dat lampje. Lampje? Nee. Licht, box, light. Yes, hello. Kak. Ik heb hem wel. Nee.
Goedemorgen. We hebben gisteren niet heel veel gevlogd. Of we. Ik heb gisteren niet zoveel gevlogd, maar we waren Simba gisteren kwijt. Best wel lang. En we waren best wel bezorgd, want Simba blijkt stil te staan als er een auto komt. Op de weg, als die oversteekt. Dat is niet zo handig. Nu ga ik eventjes een mailtje beantwoorden. Zo, van ontbijten. Ja. Simba is zo'n rare kat. Hij miauwt als papa weggaat. Vooral als papa weggaat, mama soms. Dat zie je nu. Dat is. En hij doet dit. Hij gaat zeg maar hieronder zitten. En dan gaat hij water. Ja, ik zie je wel. Water likken. Waar de kerstboom zeg maar in staat. En het is echt fucking irritant. Want als die keertje. Oh god, hij zit er helemaal in. Ja. Als die keertje helemaal onvoorzichtig doet. Dan valt de kerstboom gewoon om. En we krijgen hem er gewoon niet weg, Steve. Kom. Eruit. Eruit. Ga er nou alsjeblieft uit. Niet meer doen, hè. Dat is echt stout. Dat is echt stout. Nou, dat dus. Echt zo'n raar beest. Ik ben nu even. Ik heb net volgens mij mijn video online gezet. Volgens mij, ja. Sowieso. Hallo. En die ga ik nu eventjes kijken en een beetje reageren op reacties. Ik heb dus zaterdag. Of heb ik dat dus? Ik zeg wel dus, maar ik heb volgens mij niet verteld. Een optreden. En, Stef stuurde me een foto van Sinterklaas, wat we een keer hebben gevierd bij mijn familie. En het is echt heel cute, dat is volgens mij echt een jaar geleden. Ik denk dat hij dat zo ook gaat zeggen. En het shirt was echt best wel leuk. Het is van mijn moeder. Best wel een cute shirtje. Maar ik heb een optreden en ik wil een kerstnummer daarbij zingen, zaterdag. En ik heb waarschijnlijk vrijdag dan ook nog een optreden. Dus ik ga even kijken wat ik daarbij wil gaan zingen. Ik ben net terug van buren. Ik ga zo sporten en ik weet niet of ik daar wat ga filmen. Maar ja. Ik ga in ieder geval zaterdag heel veel vloggen, want dan heb ik een heel leuk optreden. De rest van de week moet ik nog even kijken hoe ik het ga doen. Ik heb nog steeds honger. Oké, top. Nog een banaan. Zo. Super stom. Ik wilde vandaag om 8 uur wakker worden. Het is nu 9:30, 9:45. Ik wilde gaan sporten en zo. Ik moet om 12 uur werken, dus dat heeft ook weer geen. Dat kan helemaal niet. Super kut. En ik heb niet eens super goed geslapen. Ik ben echt veel moe nog steeds. Ik wilde sporten en ik wilde een pakketje moest ik terugsturen. En ik moest wat opwaren, want ik heb een boek laten inkorten.
Dus ja, dat kunnen we niet echt meer doen ofzo. Goedemorgen, liefie. Ik vind het dan gewoon echt niet leuk, want dan wilde ik gewoon echt even iets doen vandaag, weet je wel, voor werk. En dan kan het weer niet. Dan heb ik weer minder gesport deze week. Daar bouw ik gewoon echt van. Ik ga van buiten. Koffie. Broodjes in de broodrooster. Aangeslag. Zoals ik het altijd al zei. Dat deed ik snel, hè? Het is zover. Simma heeft die eerste kerstbal uit de boom getiefd. En ik heb mijn horloge binnengekregen van Danny Wellington. Cadeautje voor Stefan. Cadeautje voor Julia. En wij gaan lekker mosterdsoep eten met stokbrood. Met tweetjes. Yummy! Wij gaan samen eten. Met lekker ciabatta brood, mosterdsoep. Stef, wat ligt er... Wat... Huh? Wat heb jij? Openmaken. Daar is eerst eentje. Ik heb dit kettingje gekregen voor kerst. Van Stefan. En er staat Stefan op. Lief. Eeuw. Dat ga ik in een vlog doen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik ben echt 3 keer wakker geworden vannacht. En ik wil gewoon niet meer slapen. Dus ik ben gewoon mijn bed uitgegaan. Wacht. En ik ben 3 keer wakker geworden vannacht. Dus ik ben gewoon mijn bed uit gegaan. Want ik kon niet meer slapen. Het is 8:05. Prima tijd ook wel. Dus het slaat nergens op ook weer dat ik natuurlijk de ene dag helemaal niet wakker kan worden. En de andere dag kan ik gewoon niet meer verder slapen. Echt logica. Niet echt aanwezig of zo. Oh ja, batterij is leeg. Shit, nou, ik zie jullie later. Ik heb mezelf met mijn telefoon. Dit is mijn ontbijtje. 2 een beetje grootste broodjes met smeerkaas. En koffie met een beetje melk. En mijn guilty pleasure is de laatste tijd House of Talent elke dag terugkijken. Tja, hè? Je moet wat. Ik heb gewerkt en ik ben naar het dorp geweest en ik heb eigenlijk heel Sinterklaas cadeautjes gekocht. Of na Sinterklaas, bij vierde Sinterkerst. En ik ga nu deze batterij in mijn camera doen en die batterij opladen die ik nu heb. En daarna ga ik alles uitzoeken wat ik morgen mee moet nemen. Mijn inners een beetje schoonmaken en die vast inpakken. Want dan heb ik morgen een minder gestreste ochtend wat ik ga morgen optreden. En ik heb alvast mijn make-up daar gezet en ik heb een veel technieks. Ding is gekocht. Dat is echt top. Echt top. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik ga vandaag optreden bij het... volgens mij heet het de Junior Zombies van Live in Concert. Optreden. Ik heb zeg maar dit voor mijn outfit. Superleuk. Zie je later ook wel. Maar ik heb deze even over aan. Ook omdat het koud is. Maar ook omdat ik even make-up ga doen. Ik heb... Kijk dan. Eén paasje. Die moeten we wel kunnen wegwerken. Ik ga even lekker make-up doen. En Stef heeft hier ook geslapen. Die is nog even in de badkamer. En ja, gaan we even klaarmaken. Dit is mijn final outfit.
en mijn make-upie. En ik ga daar denk ik nog ook een beetje make-up doen. Want ik had hier niet zo goed licht. Ik ga nog even mijn oren schoonmaken. Het klinkt een beetje raar, maar ik draag zeg maar in-ears bij het optreden. En dan vind ik het altijd een beetje naar als ik dan hele vieze oren heb. Okay, too much information. Yes. Voor mij ben jij de liefde. Voor mij. Voor mij ben jij het beste wat er is. Niets meer dat ik zou willen. Alles voor mij. Als het tegenzit. Voor je zorgen, jouw pijn is mijn pijn. Niet zoveel van jou voor mij, want jij bent het, jij bent het. Voor mij ben jij de liefde, voor mij. Voor mij. Around.
Ik ben weer thuis van het optreden en ik heb even dit aan gedaan. Het was echt super leuk. Oh, is die scherp? En ik heb mijn telefoon hier ergens volgens mij achtergelaten. Hier. En we gaan zo lekker sushi eten. Met mijn ouders en Stef. Dat wil ik even zeggen. En ik ga nu terugkijken hoe het is gegaan. Dus ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En zoals je net kon zien, heb ik een ommaatje op bed gekregen van Stefan. Vet schattig. Met ei en muntthee en melk. En nu moet ik iets doen waar ik heel erg tegenop zie. Ik moet naar de preventie, tandartsassistenten, dingen. Ik weet niet hoe het precies heet. Ik heb gewoon, ik weet niet of ik het, volgens mij heb ik het al echt wel veel vaker in mijn vlog verteld. Ik heb heel snel last van tandsteen en ontstoken tandvlees. Dus moet ik volgens mij één keer in het half jaar naar een preventietandarts. Preventieassistenten. Soms is het tegelijk met mijn tandarts. Soms is het tegelijk, of om de 3 maanden moet ik, ik weet niet meer. En soms is het gewoon alleen dat. Maar is echt niet leuk, want het doet heel veel pijn. En ik kan het voorkomen door elke dag met van die tandenstokjes, van die kunststoffen tandenstokjes, te rageren noem ik het. Maar dat vergeet ik. En ik heb het de laatste paar dagen wel een beetje gedaan. Ik probeer het een beetje bij te houden, maar die dingen die vergeet ik gewoon de hele tijd. Hallo, waarom is dat niet scherp? Daarna moet ik een video opnemen voor voor Lofies, een unboxing. Of nou, moet. Ik wil het gewoon heel graag doen deze week. Want ik heb voor volgende week een My Boyfriend Does My Makeup video. Die is ook heel leuk geworden. En ja. Binnenkort gaan we ook een My Boyfriend Does My Shopping of zo. Ik weet niet meer hoe dat heet. Gaan we opnemen. Zo, wordt het weer misselijk. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En zoals je net kon zien, heb ik een ommaatje op bed gekregen van Stefan. Vet schattig. Met ei en muntthee en melk. En nu moet ik iets doen waar ik heel erg tegenop zie. Ik moet naar de preventie, tandartsassistenten, dingen. Ik weet niet hoe het precies heet. Ik heb gewoon, ik weet niet of ik het, volgens mij heb ik het al echt wel veel vaker in mijn vlog verteld. Ik heb heel snel last van tandsteen en ontstoken tandvlees. Dus moet ik volgens mij één keer in het half jaar naar een preventietandarts. Preventieassistenten. Soms is het tegelijk met mijn tandarts. Soms is het tegelijk, of om de 3 maanden moet ik, ik weet niet meer. En soms is het gewoon alleen dat. Maar is echt niet leuk, want het doet heel veel pijn. En ik kan het voorkomen door elke dag met van die tandenstokjes, van die kunststoffen tandenstokjes, te rageren noem ik het. Maar dat vergeet ik. En ik heb het de laatste paar dagen wel een beetje gedaan. Ik probeer het een beetje bij te houden, maar die dingen die vergeet ik gewoon de hele tijd. Hallo, waarom is dat niet scherp? Daarna moet ik een video opnemen voor voor Lofies, een unboxing. Of nou, moet. Ik wil het gewoon heel graag doen deze week. Want ik heb voor volgende week een My Boyfriend Does My Makeup video. Die is ook heel leuk geworden. En ja. Binnenkort gaan we ook een My Boyfriend Does My Shopping of zo.
helemaal hoe dat heet, gaan we opnemen. Zo, wordt het weer misselijk. Oeh.